Goedemiddag! Wat ben ik blij dat het nu tegelijk gaat. Wat ben ik blij dat het lekker weer is. Nou, het is echt lekker weer. Ja, het is nu nog lekker weer. Oh, het is nu nog lekker weer. Ja, dadelijk dan lig ik als een walvis aangespoeld in het badje. Ik denk alleen dat we wel moeten opschieten, want het is nu dinsdagochtend. Mm-hmm. Hij moet dadelijk al online natuurlijk. Ja. Dus we moeten extra snel praten, denk ik. Extra snel. Het feit dat jij rust moet houden, dat is niet overdreven. Want we hebben een tijdje geleden iets opgenomen. Lastig is, hè? En daar moesten we nog even een dingetje voor doen in de studio. En dat was geen goed plan, hè? Nou, dat was verre weg van goed plan. Ik stond eigenlijk heel fijn op, hè? En toen deed ik wel al mijn make-up. Toen zei ik, nou, ik voel me niet zo helemaal oké, maar ik kan dit. Totdat we in de studio aankwamen. Ja, het was alleen maar kotsen en piezen en in je broek plassen. En het was geen goed. Ik heb gewoon 2 keer in mijn broek geplast, hè? Ja. En inderdaad, heel veel gekotst. En het gevoel alsof mijn baarmoeder ontplofte, zoiets, hè? Alsof onze dinosaurus daar al uitkwam. Toen voelde ik me wel heel ongelukkig. En toen dacht ik van, dit bedoelen ze dus echt met rust houden. Zelfs 5 minuten lopen kan ik gewoon niet. Dus jij mag gewoon eigenlijk, je kan eigenlijk niks meer, hè? Het is echt rust. Maar, we hebben wel de puffcursus gedaan. Doe je handen maar naar buiten bij de inademing, hè? Het is zo groot, die maakt die buik nog maar groter, schouders lager. Die uitademing, dat is helemaal gaande buik. Zo, maar daar ben ik echt blij om. Want stel dat onze kleine man zegt van, let me eruit. Dan weet ik in ieder geval hoe ik moet puffen. Yeah. Ja, die is goed. Want je houdt je schouders nou laag. Ja. Je gaat nu hier. Ja. Dat ik ben ook rustiger dan daarvoor. Ja, heel goed. Mooi. En mocht het ooit zo ver komen dat mannen ook zwanger kunnen worden? Ja, dan ben ik een schoolvoorbeeld, hè? Want ik heb het natuurlijk hartstikke goed gedaan. En het mooie is dat jij, Mark, kan zien of zij goed in de ontspanning zit. Of ze goed ademt vanuit haar buik. Dat is fijn, dat wil je weten. Dus hou die handen maar lekker erop, als je dat fijn vindt. Maar jij kan echt goed puffen, even serieus. Nee, we hebben gewoon een eendaagse bevalcursus gedaan, zo heet dat. En daar komen elementen in van, dat is mindfulness en hypnobirthing en... dat je gewoon tot jezelf komt, een beetje tot rust en komt. En voor alle duidelijkheid, het is niet zweverig. Het klinkt misschien een beetje zweverig, maar... Want ik ben, als er één is die altijd een beetje sceptisch is over dat soort dingen, dan ben ik het wel. Ja. Maar ik vond het echt super fijn en ik heb echt heel veel geleerd. Er zijn zoveel mogelijkheden wat je kan doen en het is voor jou is het de keus. Ja, voor wie? Wat bij jou past. Voor wie? Ja, voor degene die natuurlijk gaat bevallen. En jij zegt voor jou. Ja, maar ik praat nu toch tegen die mensen? Wat welke is mensen? Er nou weer? Ik zie alleen maar, dat is een telefoon. Nee, maar serieus. Ik ben echt heel blij en ik ben echt gerustgesteld. Want in het begin was ik heel bang voor de bevalling. Toen dacht ik, nou, dat gaat wel goed komen. Toen na dit hele drama, het ziekenhuisdrama, toen werd ik in één keer toch wel heel bang voor de bevalling. En nu denk ik van, nou, ik kan dit. Ja. Ja. Ja, super. En de komende week... Ja. Eindelijk, we hebben lang op moeten wachten, maar gaat komen ons nieuwe bed. Ja, maar echt, uiteindelijk is het dan, het leek heel lang, maar uiteindelijk is het daar en dan is het in één keer helemaal niet zo lang. Maar ik kan gewoon niet wachten. Ik ook niet. Ik ben heel blij. Maar dit is... Er zit mij elke keer te duwen, want het ding gaat nu heen en weer. Earthquake. Het duwt toch niet zo? Jij zegt dat ik nu breed ben, maar hallo. Dat was hem, hè? Dat was hem. Zullen we het doen? Ja. Einde bericht. Oeh.